Een fabel van Aesopus over een vos zonder staart. Een diep verhaal, mag ik wel zeggen. Allopex. Allopex is het onderwerp van de zin en het betekent vos. Een vos, dus die is het onderwerp. Als ik nu even de rest oversla, zie ik dat er hier de persoonsvorm staat, egno, dat is de stamaoristus van gignosco, begrijpen. Dus allopex egno betekent een vos begreep. Maar helaas, daar staat nog een teentander tussen. Allereerst een participiumconstructie. Apokopeisa, dat is het participium passief van de aoristus, van het werkwoord apokopto, afhakken. Dus een allopex apokopeisa is eigenlijk een vos nadat ze was afgehakt. En ze was afgehakt door, want hypo bij een passieve vorm betekent altijd door, hypotinos pages, door een of andere klem. Want een vos zit wel eens vast in een klem. En nou denk je, ja, een vos die afgehakt is, dat is een beetje gek. Wat hou je dan over? Nou, er staat hier in de zin nog het woord ten uran. En ten uran staat in de accusativus. En dat is een accusativus van betrekking. De accusativus kan vaak aangeven wat betreft. Dus het gaat hier om een vos die afgehakt was door een klem, wat betreft haar staart. Dat staat er letterlijk. En in normaal Nederlands zeg je dan een vos met een staart die afgehakt was door een of andere klem. Maar er staat dus eigenlijk een vos afgehakt wat betreft haar staart door een of andere klem. Die begreep, maar ze begreep niet zomaar, ze begreep epaide. En dat is een voegwoord, nadat. Die aeschunen abioton hegeito tombion egein. Nadat ze hegeito, of liever toen ze, hegeomai betekent menen, toen ze meende dat ze tombion egein, dat ze het leven had, en wel abioton, eigenlijk onleefbaar, dat ze het leven onleefbaar had, oftewel dat ze een onleefbaar leven had. En hoezo is het dan onleefbaar, die aeschunen, door schaamte of uit schaamte. Dus toen ze begreep, of toen ze, meende, hegeito, toen ze meende een leven te hebben dat onleefbaar was vanwege schaamte, nou, toen ze dat zich gerealiseerd had, toen egno, toen begreep ze, en dan komt er daarna een ACI. En de ACI is in dit geval alleen maar de infinitivus dein. Die komt van het mooie werkwoord dei, dus niet van dei, want dat is Latijn. Dei betekent het is nodig, dus egno dei betekent begreep ze dat het nodig was. En ze begreep dat het nodig was, dan komt er een infinitivus constructie. Ze begreep dat het nodig was om te proagagein. Dat is de infinitivus van de aoristus van proago. En in je vertaling staat dat je dat het beste weer kunt geven met het werkwoord brengen. In een bepaalde toestand brengen. Proago. De stam is gewijzigd, hè, want er staat niet agein, maar agag. Vandaar dat je kunt zien dat het een thematische aoristus is. Ze begreep dat het nodig was om te brengen. Wie dan te brengen? Taas allas allopekas, allemaal in de accusatieve meervoud. De overige vossen. En wel eisto auto. Tot hetzelfde, oftewel in dezelfde toestand, om de andere vossen in dezelfde toestand te brengen. Er staat hier nog het woord kai, dat is een voegwoord, maar het verbindt hier niks, dus het zal wel betekenen ook, om ook de andere vossen in dezelfde toestand te brengen, namelijk met afgehakte staart. En dan staat er vervolgens wel een voegwoord, namelijk het voegwoord hina, met het doel dat ze synkrup zei, met het doel dat zij gezamenlijk verborg. Hina wordt gevolgd door een cognitivus, synkrup zei, is de cognitivus sigmatisch, derde enkelvoud, actief van syncrypto, gezamenlijk verbergen. En wat moest ze dan gezamenlijk verbergen? Nou, dat is de accusativus to idion elatoma, de eigen verminking. Dus opdat ze de eigen verminking, haar eigen verminking, gezamenlijk verborg. En waardoor dan? Door toi koinoi patei. Door de gemeenschappelijke, inderdaad, tyfus, door de gemeenschappelijke, door het gemeenschappelijke ongeluk, want pathos kan een negatieve lading hebben, het gemeenschappelijk ongeluk. Dus ze dacht, als ik nou bij allemaal die staart afhak, dan hebben we een gezamenlijk ongemak, en dan hoef ik mijn eigen verminking me daar niet meer voor te schamen. De volgende zin wordt verbonden met de vorige, met behulp van de partikelconstructie kaide. Die geeft aan, let op, we komen nu meteen in een nieuwe fase, dus en vervolgens zoiets dergelijks. Hapassa's betekent alle, en dat is vrouwelijk meervoud. Je moet er dus bij denken, namelijk allopeka's. Alle vossen dus.
En atroisasa, dat is van het werkwoord atroizo, verzamelen, het participium van de aoristus, vrouwelijk. Het staat in de nominatieve, hoort bij het onderwerp is die ene vos. Dus, en, nadat ze allen, alle vossen, atroisasa, had verzameld, bij elkaar had geroepen, par einei, autais, par aineo, betekent aansporen, en par einei is daarvan het imperfectum, hier zit in die ai en die ei, daar zit een augment in. Dus spoorden zij autais, spoorden zij hen aan om te apokoptein, dat is de inventieve van apokopto, afhakken, om af te hakken, taas oeras in de accusatives, hun staarten. Legusa, dat is een participium van het presens, in de nominatieves enkelvoud vrouwelijk, hoort dus bij het onderwerp. Zeggende, dus ze spoorden hen, nadat ze had verzameld, spoorden ze aan, terwijl ze zei, zeggende, hoos dat... Ook a prepes monon tutel, et cetera, et cetera. Nou, de persoonsvorm die in deze hoofdzin staat is pros hertetai. Pros hertetai is van het werkwoord pros hartao, de perfectum vorm. En het perfectum geeft aan dat iets klaar is en dat daarmee een nieuwe situatie is ontstaan. Pros hertetai aan de uitgang tai kun je zien dat het een passieve perfectum vorm is. En dat betekent dat er iets is vastgemaakt. En als iets vastgemaakt is, dan zit het aan je vast. En daarom kun je deze werkwoordvorm vertalen met hij of zij zit vast. Dus zeggende dat vast zit die staart, dat die staart vast zit, ook monon, niet alleen maar, en toetel is het onderwerp, dat is dat, namelijk die staart, dat toetel die niet alleen maar vast zit a prepes, als iets dat lelijk is, dat hij niet alleen als lelijk iets vast zit, alakai, maar ook als perison ti baros, als een of andere perison overbodige baros, last. En waaraan zit hij vast? Aan autais. Of misschien kun je zeggen, ja, na pros hartao komt een dativus, je zou ook eventueel kunnen zeggen als iets, als een voor hen overbodige last. Maar we doen gewoon even wat het boek zegt. Maar ook... als een of andere overbodige last aan hen vast zit. En we zeggen, er staat natuurlijk dat die vast zit in ons Nederlands. In het Grieks laat je dat perfectum staan. Maar in het Nederlands moet je dan ervan maken dat die aan hen vast zat. Toetoonde het is hypotygousa e fe. Hypotungano betekent in de reden vallen. Hypotygousa is een participium van de aoristus in de nominatieves, is dus zoiets als nadat hij of zij in de rede was gevallen. Het is vrouwelijk en het hoort bij het woordje tis. Tis is het onderwerp. Eén of iemand, namelijk iemand van die vossen. Dus één van de vossen. En omdat die vossen vrouwelijk zijn, is het participium ook vrouwelijk. Toetoon betekent van hen, van die, namelijk van die vossen. Dus tis toetoon betekent één van die vossen. Hypotygousa, nadat... zij in de reden was gevallen, efe, zij. Dus een van die vossen die zegt, ja, die valt de andere vos in de reden, zegt, ja, ho, ho, ho. En wat zegt die vos dan? O, houte, dat staat voorvertaald, het aanwijzend voornaamwoord houtos, en in het vrouwelijk houte, met het partikel o van de vocatieves, betekent vaak zoiets als, hé, jij daar. Maar als, dan is de persoon van sun eferen, dat komt van sum ferro, betekent voordelig zijn, en het staat in een imperfectum vorm. Nou zie je dat in de hoofdzin het partikel an staat, en dat is belangrijk om te weten, in een als-zin wordt het partikel an meestal weggelaten. En sun eferen, dat is een verleden tijd, gecombineerd met het partikel an, dan is er sprake van een aerialis. Maar als voordelig zou zijn, me niet, als niet voordelig zou zijn, toetel, dat is het onderwerp, als dat niet voor jou, sorry, dat is de dativus, als dat voor jou niet voordelig zou zijn, ook an hemin, dan sun ebuluisas is de persoonsvorm van het werkwoord sun buluio, aanraden, dan zou jij ook niet, en met an is het weer een aerialis, aerialis van het verleden, dan zou je niet hebben aangeraden, toetel, zou je dat niet hebben aangeraden, hemin, aan ons. En dat woordje toetel en toetel slaat natuurlijk allebei als op het afhakken van die staarten. He, als het niet voor jou voordelig was geweest, had je dat nooit zou zijn, dan had je ons dat nooit aangeraden. Dat was de fabel. Komt nu de moraal. Houtos hologos, die vertelling, dit verhaal, harmotei,
heeft betrekking op, en wel pros, of is van toepassing op, moet ik zeggen, pros ekeinous op die mensen, ekeinos, aanwijzend voornaamwoord, hoi, dat is het voegwoord, namelijk een betrekkelijk voornaamwoord, op die mensen die poiuntai, van het werkwoord poieomai, maken, en symbolias poieomai betekent zoiets als adviezen geven. Dus op die mensen die adviezen geven aan tois pelas, aan de mensen in de buurt, de medemensen, u die uinoian, niet vanwege uinoia, goedgezindheid, vriendelijkheid, niet uit vriendelijkheid, alla, maar door to sumferon, maar door het belang, het voordelige heautois, voor zichzelf, oftewel dat door het voor zichzelf voordelige, hetgene dat hun eigen belang is, maar door hun eigen belang. Einde van deze fabel.